barba. Get the Chris style barba. Django. Ik ben er weer. De vorige keer was het niet zo lekker afgelopen met mij. Ik heb de laatste 2 jaar in een rehabcenter gezeten in Middelburg. Ugh. Maar ik heb mijn piemel nog wel hoor. Maar ja, sinds al een tijdje geleden zit ik in een fase dat ik dol ben op de Curaçaose dames. Dus daarom had ik hulp nodig van mijn mattie Chip. En dat is Chip. Chip is een hele populaire jongen bij de Curaçaose dames. Ze noemen hem ook wel Papi Chocolate. Weet je? En we zijn goed met Jaap. Of ja, beter gezegd, Jaap is goed met ons. Jaap houdt zoveel van Nederlanders dat hij vergeten is dat hij zelfs Curaçao's is. Hij is soms zo irritant dat ik hem gewoon hard in zijn je weet wel wat wil schoppen. Zwaar Jaap bleef altijd zo hangen, man, net als het borsten van een oma. Verdorie. Maar anyway. Dit verhaal gaat dus een beetje over ons drietjes. Dus ja man, pak gewoon je popcorn erbij, je ijscream, een lepel en geniet van de film. Of als je op dieet bent, pak gewoon iets anders man. Of als je een lekker meisje bent, doe je kleren uit, stuur een foto naar mij. Is ook goed. Geniet van de film. Curaçaose Makamba. Hey man, wat heb je met de peken gedaan zo? Ik heb de peken vanmorgen gezien zoals was slecht. Hey man, ik kan er niet meer tegen zo. Ik heb gisteravond een foto naar haar gestuurd. Kijk hier zo. Ja man. Met een gebroken glas op de grond, met een tekst erbij. Dit zijn way. Ah! Hey halfgaar. Jij verdient het meisje niet. Je hebt eindelijk een mooie, echte Nederlandse gevonden en je verpest om een Curaçaose. Je bent gek. Hou je mond, Nappa Makamba. Je weet niks, man. Ik hou van koffie bij melk. Of beter gezegd, melk in die koffie. Je weet toch? Weet je, het is, ik. Jij wat, zo? Zo, ik durfde nooit echt een move te maken bij die Antilliaanse vrouwen, zo. Zeur niet, zo. Je kan wie je wil versieren, man. Alleen als je de game hebt. De game, je weet toch? Game. Hadden jullie net over game? Deze shit hier is de game. Mattie, kijk mij aan zo. Kijk me goed aan, man. Man. Ik ben gewoon een zakbotten, Mattie. Een rode zakbotten. Dat is ook mijn nooit, Chip. Hé, hey, man. Het gaat niet hoe je eruit ziet. Maar. Als je net als mij ziet. Je weet toch, Grandi. Kom erin, je weet. Jullie doen al deze shit om een Curaçaose te versieren. Hoe moeilijk kan dat zijn? Kijk, ik ben een Antilliaan. Ik heb een gouden tanden in mijn mond. Hala, hamu douchi. En met de poes ik heb een hot hamu. Man. Je moet in jezelf geloven, man. Vorige keer kreeg je Dekka, toch? Oh ja, Dekka. Een dag liep ik naar de toko, man. Om een sigaretten te kopen, want je weet, ik hou van roken. En onderweg daar naartoe had ik een Dekka geslagen. Hey, goedenavond. Hi. Hallo, papi. Hi. Je bent Figo. Wat bedoel je Figo? Oh, weet je niet? Nee. Hé, hey man. Wil ik een paddels? Nee, man. Lekkere paddels. Lekkere shit. Je hersenen zijn gesmolten net als sneeuw in de zon. Met die paddels van je. Er is bewezen dat de meeste misdadigers onder invloed van drugs waren. Toen ze banken beroven en zo. Ja, hou je mond zo. Luister, ik doe al lang geen paddo's meer. En trouwens, wie ben je, man? Die Peter R. de Biel of zo? Misdaadverslaggever. Zo. Hey, zwaar, anyway, zo. Anyway, luister, man. Hoe is het met Dekka afgelopen zo? Dat is de beste shit ooit. Dus, je had je kans met de Curaçaose. Waarom zou je daar niet genoeg aan hebben? Je hebt er nu weer verpest met die fatsoenlijke Nederlandse meisje. Je bent gek volgens mij. Nogmaals Jaap, hou je mond Oreo. Is wat, Dekka was bonen man, dat was helemaal geen saus. Bonen en saus,
Wat de fuck bedoel je? Laat me het uitleggen. Bonen is van Bonaire. Saus, dat is van je vingers aflikken en lekker curaçaose brak. Je weet toch, die curaçaose. Man, oh man, ik wil je niet dissen, maar je weet niet wat. Bon zat ik hier, wat? Ik weet die curaçaose. Bon zat ik hier. Ja, afgebrand. Echt? Tuurlijk. Hé, hey, man! Ja! Wat je niet al zo, man? Nee! Het is zo niet genius om je hier te douchen. Weet je jullie hoeveel bacteriën hier zijn? En bovendien zei mijn dokter dat het niet nodig is om je elke dag te douchen. En ik had me al gisteren al gedoucht, dus dat. En die staan dan miserig. Jij lult uit je nek! Ik stink niet! Zie je deze fles? Ik was mijn gezicht en mijn oksel mee. En daardoor kan ik nooit stikken. Nee, hij is weg! Man, heb je je zorgen gemaakt, man? Het was voor een zever zwaar. Wees wel. Ja, man. Wat zever, vriend? Ik heb er uren over gedaan. En ik ben benieuwd wat voor punten zal ik krijgen. Nou, laat me raden, mijn vriend. Jij wist van niks. Wat voor tori. Nee, man. Oké, mensen, wat mij betreft zijn we nu afgelopen. De laatste 5 minuten zal geen probleem worden voor jullie allemaal. Meneer, wij moesten nog een opdracht vandaag inleveren. Ja, bedankt. Niet ingeleverd is een 1, niet vergeten. Wat doe je, vriend? Wat doe je? Dankjewel. Blijf met mij door, hè. Is goed. Dankjewel, Maria. Dat ik je terugpak, hoor. Ja, maar hoe, man? Hoe? Ontkalker? Zo. Ik heb geen zin in gimmen vandaag, hoor. Ik heb gisteren 4 borden Jambo gegeten, brother. Jambo, is toch die groene slijmachtige gedoe, toch? Ja, man. Appa. Hé, hey, man, wat is je probleem, zo? Je bent tegen alles wat Curaçao betreft, zo. Welke jukker zo ben je, zo? Een slimme. Nou, doe mij maar een boerenkool. Met lekker gezond, boordevol smaak. Cheers, zo. Je hebt geen smaak of zo. Zo, je lust zeker wel zo'n rookworst, hè? Homo. Grapjas. Man, wat is je probleem, zo? Met die jukker zo? Wat? Waar zou ik moeten beginnen, Chip? Hé, hou hem druk. Nee, je vrouw heeft drugs. Nee, hou hem bezig. Ze hebben ja? Nooit geld. Oh. Maar ze hebben altijd geld om een gouden tand te kopen. Oeps. Maar ze hebben geen geld om een condoom te kopen. Ze hebben allemaal zoiets van 4 kinderen of meer. Het is alsof ze een wedstrijd met elkaar houden om te zien wie de meeste kinderen kunnen krijgen. En met verschillende mannen. Als ze iets bereiken. Dan komt die Antilliaanse gedrag tevoorschijn. Hé, hey, ik ga even naar de badkamer. Hè? Ja. Ze hebben nooit discipline. Kijk maar aan die Martina. Hij had het Olympische Spelen. En toch trapt hij op de lijn. Die zijn daar toch niet voor niks? Als hij meer discipline had, had hij ze vast gezien. Maar man, hij was niet de enigste die op die lijn trapte zo. Maar hij was wel de enige anti die dat deed. Kom ook mee, zo. Roman, je praat. Val dood, zwa. Doei. What the fuck is dit? Godverdorie. Dat is pis. Dat is mijn saus, puto. Je weet toch? Bam, bam, bam.
Man, veel billen in die park, zwak. Precies, man, kijk die mensen met die short. Is goed, hè? Man, ga gewoon naar die peekie toe, zwak. En laat je ballen zien, zwak. Oh, matie. Man, kom gewoon eens. Wat zou ik moeten zeggen tegen die chick? Man, ga gewoon daar, zwak. Doe alsof je luistert. En op de juiste moment... Tja, tja, tja. Je weet toch? Oké, okay. Ik ga het proberen, bon. Man, doe je best. Weet toch? Man, remember! Tja, tja, tja! Hi. Hi. Ik ben Chris. Alles goed? Hoe gaat het op school? Ja, goed hoor. Ja? Ik mis mijn familie wel een beetje. En ik voel me een beetje lonely. Oh, ja, als je me nodig hebt om mee te praten, dan wil ik er wel voor je zijn hoor. Ja? Ja. En wat heb je te doen vanavond? Ik ben alleen thuis. Serieus? Ja. Ik ben ook alleen thuis. Mijn ouders zitten in Uruguay en we kunnen wel skypen of zo. Of heb je MSN? We moeten praten, kom. Wat is dit, man? Wat? Man, op de Curaçaose meisjes moet je bruto gaan, zo. Agressief. Ze lijken dat. Je weet, ze lijken dat. Ja, hoor. Ja, ga gewoon. Doe je ding. Hé, hey, mama Sote. Je bent Figo, hè? Hé, hey, wil je weten wat Figo is? Wat? Wil je weten wat Figo is? Oh. Wat is er, man? Mal. Dit is mal, man. Man, je moet die kunde hebben. Je weet? Die kunde. Man, luister. Kijk die groep daar zo. Die meisje met de strip zo. Wat staat toch? Ga gewoon daar, man. Love you. Je weet. Man, doe je best. Love you, hey. Dus doe rustig en remember, tja, 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 love you. Man, jammer. Ziek, wat? Ziek, man, ziek. Hier? Man, kijk die mensen daar zo. Man, ik ga. Nee, nee, wacht, man. Geloof me eens, wat? Geef me nog één kans. Man, nog één kans? Godverdomme, jongen. Love you, nigga. Love you. In de tussentijd dat ik nog steeds aan het proberen ben om een Curaçao's te versieren met mijn lange slingers, als je weet wat ik bedoel, heeft Jaap het meisje van mijn leven ontmoet. En dat, dat is Dekka. Goedenavond. Goedenavond. Ik ben Figo. Figo? Mm-hmm. Wat de fuck bedoel je? Oh, weet je het niet. Je gaat zien. Figo! Ah, nee, 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 nee! Man, de peekje was pala. Ja, man, zo. Pala. Zo. Man, zo. Je weet toch? Hij zwaar. Je weet, man. Hé, man. Altijd doe toch? Hé, man. Wat is er zo? Ja, man. Ik heb opgegeven. Zo. Nee. Man, nee. Niet opgeven. Nee, nooit, man. Nooit. Nee, man. Niet, kan man. Niet. Man, kijk die mensen zo. Ze roepen jou zo. Ga. Man, doe je ding. Zo. Ga gewoon. Kijk wat voor sukkel ik was, zo. Ik heb het geprobeerd. Ik heb vrienden gevraagd voor hulp. Ik was zo depressief dat ik zelfs dacht dat Jaap gelijk had. Dat ik nou echt met dat Nederlandse meisje moest blijven. Pff. Tot op het moment. Ken je het gezegde dat zegt: liefde op een brug is de laatste slok van een openstaande fles. Ken je die gezegde? Nee? Ik ook niet, want hij bestaat niet. Maar luister, ze zeggen wel: als je zoekt, vind je.
Maar ik heb gezocht, brother. Maar niks gewonnen. Want op het moment dat ik was gestopt met zoeken, toen gebeurde dit. Camera, sleet. Moe man, wat is je weekend? Man, malu zwa. Jong. Ik heb geen OV zwa. Ik kan nergens zien zwa. Zo. Alleen deze OV. Ik ben al 2 maanden reis ik met het ding gratis. Gewoon gratis. Ik kreeg zwa. Dit is van jap. Wat doe je met dit zwa? Ik heb van die guy gepakt. Ik heb die guy al lang niet meer gezien. Ja? Man, ik wist een keer het. Wow, Kiko? Alles goed, wat is het? Hey, wat is het?